De Oranje Leeuwinnen zijn in Canada druk met het WK. Ondertussen in Nederland zijn er twee internationals die op het laatste moment hun WK-droom in duigen zagen vallen. Ja, je hebt 2 minuten pijn en ja, daarna waarschijnlijk gewoon door de adrenaline en zo voel je niks meer. En ja, toen ging ik echt door mijn hoofd, ja, Canada is gewoon weg. Ik zat in de kleedkamer in de rust en ik heb gelijk tegen de fysio gezegd, ja, zeg het maar. En toen zei ze eigenlijk wel, ja, het WK, dat wordt het niet. Uiteindelijk 2 dagen later bij de orthopeed geweest. Die zag er toch nog wel enigszins kans in. Maar dan moest ik wel echt me goed aan de regels houden. Nou ja, dat heb ik gedaan. 3 weken vol gerevalideerd, maar ja, het was gewoon te vroeg. Ik heb zoveel moeten laten 2 jaar lang. En dan is het gewoon in 1 keer weg eigenlijk. En ja, gewoon dan komt pas het besef van ja, je bent zo dichtbij en je denkt dat het je niet overkomt. En dan ja, toch een zo onschuldig iets. Ben je gewoon 1 jaar later ben je pas weer fit. En zeker toen ik geblesseerd raakte, dan merk je gewoon hoe betrokken de meiden zijn. Ik denk dat ik van iedereen berichtjes heb gekregen. En ja, ook vaak een bericht gekregen van hoe is het nu met je en gaat het lukken. En ook zelfs nu nog, hoe is het? Dus dat, ja, dat is wel fijn. Ja, je hebt er wel altijd bij gezeten, 96 interlands gespeeld. Hoe beleef je dan nu zo'n WK? Ja, het is heel onwerkelijk, denk ik. Als je voor de tv zit en je kijkt naar, ja, naar mijn team eigenlijk. Ja. Ik blijf toch steeds zeggen ons en mijn team. Ja, tuurlijk, dat blijft het toch ook. En dat is het ook, ja, klopt. Het is heel raar om hun daar hun ding te zien doen terwijl jij thuis op de bank zit. En ik heb volgens mij misschien 1 wedstrijd of 2 wedstrijden gemist met een kleine blessure. Maar nooit echt hele belangrijke wedstrijden gemist. Dus dan is het wel heel raar om thuis voor de tv te zitten. Maar zo voor de wedstrijd, ik zag een beetje, ik zag Canada, China, toen dacht ik al van, het stadion zat vol en ik dacht, jeetje, die had ik gewoon kunnen staan. En dan voel je een beetje die spanning die erbij hoort. Toen werd ik echt een beetje emotioneel, toch, ja, nu ga ik even slapen, even proberen weer, maar dan ik keek ik heel erg op tegen de wedstrijd. En maar toen heb ik toch Wilhelmus beurs overgeslagen, want ik dacht, dat vind ik gewoon heel speciaal, dus toen heb ik beurs overgeslagen en toen heb ik de wedstrijd wel goed kunnen kijken. En wat vond je van de wedstrijd? Zit je dan echt met kromme teen te kijken? Dat je je bent op andere manier zenuwachtig omdat je geen invloed hebt. Dus je hebt echt van, oh, doe nou, ja, oh. Ja. Dus ja, het is wel echt heel spannend. Heb je nog een beetje contact met de meiden uit het team? Of zitten zij gewoon met oogkleppen op daar bij het WK? Hebben ze contact met niemand? Ik weet niet hoe dat zit. Nee, we hebben dagelijks wel contact. Hoe het met mij gaat en hoe het met hun gaat en hoe het op de trainingen gaat. En ja, of iedereen fit is en ja, de kleine dingetjes. Je bent nog jong. Ja, ja, ik zei ook, ik wil nu eigenlijk gewoon 1 jaar de tijd nemen dat ik gewoon echt weer sterk terugkom. Maar in principe heb ik geen haast, tenzij ik natuurlijk Rio halen. Maar ik wil gewoon op de EK ook gewoon weer staan. Ja, alle tijd toch? Ja. En daarna pakt Nederland ook nog wel een WK, dan kan je er ook bij zijn. Ik hoop dat het lukt. Maar ik denk als deze ontwikkeling doorgaat, dan moet een WK dan ook lukken.